FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Intex Store. Wim, ten eerste gefeliciteerd. Je toverde vandaag een opstelling uit de hoge hoed waarbij een aantal basisspelers rust kregen. Kun je dat toelichten? Nou ja, ik heb eerder al gezegd, ook vorige week al, we gaan ons optimaal voorbereiden op de play-offs. Nou, dan heb je afgelopen zaterdag hadden we een oefenwedstrijd en vandaag heb je nog een competitiewedstrijd. Dan ga je kijken wie kunnen we rust geven. Welke jongens staan op scherp, met kaart hadden we ook nog, maar dat is later was dat weer aangepast, begreep ik. Maar je kijkt voor iedereen wat het beste is, dus je gaat alles proberen op maat te leveren. Nou ja, dat hebben we gedaan, dus dan kom je met een elftal op de been waar voor iedereen wat wils is. Minuut 78 van de wedstrijd, en toen? En toen stond ik te hopen tot de bal op mijn hoofd zou vallen en uiteindelijk viel hij op mijn hoofd. En kopte ik de winnende binnen, uiteindelijk. Ja, je bent inderdaad een geluksvogel vandaag. Mede door jouw goal wint Volendam met 2-1. Ja. Even terug naar het doelpunt. Weet jij dan ook wel dat zo'n bal op jouw hoofd gaat vallen? Nou, ik had toevallig wel een beetje het gevoel, ik stond ook een beetje te hopen. En ik had het gevoel dat hij nog ging komen, de kans voor me. En ja, ik had het gevoel dat hij op mijn hoofd ging komen. En ik loop naar de eerste paal en hij valt er precies tussen en ik knik hem goed binnen. En dan ga je uit je dak? Ja, als een ontlading. Eerste goal in de betaalde voetbal van Volendam. Dus daar droom je als klein jongen van. Als je over 90 minuten kijkt, ben je dan tevreden over de jongens die je in het veld ingestuurd hebt? Ja, zeer zeker. Weet je, natuurlijk zijn er ook altijd veel verbeterpunten. AZ heeft ook genoeg kansen gehad. Maar over het algemeen hebben we best redelijk aardige momenten gehad in deze wedstrijd. Dus zeker voor de rust een aantal goede fases. Geef je op een gegeven moment toch weer een beetje de controle weg. Terwijl ik het gevoel had van hou nou wat langer balbezit. En willen we te snel voor de beslissende pas gaan. Dat is wel een item bij ons. Dat komt elke wedstrijd wel terug. En dat is ook een stukje volwassenheid. Dat zag ik na rust wel iets verbeteren. Maar dan zie je ook daarin weer een aantal momenten van balverlies. Waardoor je AZ eigenlijk een beetje weer in die omschakelmomenten krijgt. Maar over het algemeen uitstekend resultaat geboekt met een jongens die niet elke week met elkaar spelen. Ik vond dat het een beetje onwennig was in het begin. We niet vaak samengespeeld natuurlijk in een officiële wedstrijd. En dat vond ik een beetje te merken. Maar uiteindelijk hadden we het goed compact. En kregen we in de tweede helft. Eind tweede helft was echt de kansen tegen. En dat kwam ook door vermoeidheid natuurlijk. Want veel jongens zijn niet gewend 90 minuten te spelen. Maar ik denk dat het uiteindelijk wel prima is gegaan. En een 2-1 overwinning. Dus niemand praat er weer over straks. Ja, je noemde het al, Jim Beers. Na zijn doelpunt, daar kwam wel wat los. En er kwam ook bij wat meer spelers dan alleen Jim wat vreugde los. Dat moet je goed doen, denk ik. Ja, maar dat is prachtig natuurlijk. Weet je, dan zit je als coach ook te genieten. Als je ziet welke blijdschap er dan is. Een laatste wedstrijd waar eigenlijk niks meer om te doen is. Alleen je ziet toch de vreugde uit de fantastische vrije trap. En Jim zit er gewoon heel goed bij. En dan zie je iedereen meejuichen. Giannis die omheen springt. En ja, dat zijn leuke momenten. NAC is de eerste tegenstander in de play-offs. Wat vind je? Nou ja, NAC hebben we twee keer tegen gespeeld. Is natuurlijk een lastige tegenstander. Maar we weten ook dat we tegen hun ook ruimte zullen krijgen. En ruimtes kunnen afdwingen. Nou, daar leggen we kansen voor ons. Maar het is natuurlijk een stugge ploeg die ook ervaring heeft. Dus ja, je weet waar je terechtkomt. Maar het is een prachtige uitdaging voor ons om daar heen te gaan. Ja, NAC fysiek sterk ploeg, veel ervaren spelers. En, maar we hebben ze hier ook verslagen. En wat we ze daar ook moeten verslaan met de pingel die we hadden moeten krijgen in de eerste helft. Dus alles is mogelijk. Ik zie het positief in.